Nou, het 48 uur Theaterfestival is in principe hetzelfde als de filmfestivals die je in Utrecht en Rotterdam et cetera hebt. Alleen dan het theater. Groepen krijgen een opdracht. Verschillende opdrachten, genre, thema en het kan ook een voorwerp zijn of een locatie, een zin die ze moeten gebruiken. En ze hebben dan 48 uur de tijd om daar een mooi theaterstuk van te maken. Nou, er is heel veel eigen invulling, want los van de gegevens die wij de groepen meegeven, mogen ze alles zelf bepalen. We starten op vrijdag 15 september en de stukken worden opgevoerd op zondag 17 september. Op vrijdag om 12 uur verzamelen we met de groepen in het Centrum voor de Kunsten. En daar wordt er geloot om de genres en er worden opdrachten uitgegeven. Dan gaan ze aan de slag. Ze kunnen eventueel in het Centrum voor de Kunsten blijven, want daar is de gelegenheid om te repeteren. Maar ze kunnen ook een eigen locatie zoeken. En dan kunnen ze doorgaan totdat het Centrum voor de Kunsten gesloten is. En zelf eventueel tot in de late uurtjes verder. Dat is vaak wel nodig, heb ik gemerkt. En dan op zaterdag is het Centrum voor de Kunsten eventueel weer open om de groepen te begeleiden. En op zaterdagmiddag krijgt iedere groep ook 1 uur begeleiding van een professional. Dus een regisseur of een theatermaker. En dan gaat dat zo door tot zondag. Om 12 uur moeten de scripts worden ingeleverd. En gaat op zondagmiddag het festijn in Theater de Stoep van start. Waar iedere groep dus een stuk presenteert voor een jury en publiek. We hebben een juryprijs en een publieksprijs. Dus er zijn 2 prijzen te winnen. Ja, er zijn groepen die het doen op een paar uur slaap per nacht inderdaad. En er zijn er ook bij die het iets beschaafder houden. Kan ook van jaar tot jaar verschillen. Het ligt ook net aan welke inspiratie je hebt en hoeveel tijd je bereid bent erin te steken. Maar ik moet wel zeggen, ik verbaas me ieder jaar weer over hoeveel er eigenlijk bereikt wordt in zo'n korte tijd. Ik sta ieder jaar weer versteld van de kwaliteit van de stukken. Sowieso een prachtige beker. We hebben een beker voor de juryprijs en eentje voor de publieksprijs. En de winnaar van de juryprijs die mag ook met onze wisseltrofee naar huis. En vaak zit daar wel ook wel een wat meer bij, maar dat houden we nog even geheim. De inschrijving kan tot en met 14 augustus. We hebben een link op onze Facebookpagina staan of via onze website ook. En er zijn verschillende wegen waarop ingeschreven kan worden. Op zondag 17 september spelen we hier dus in de stoep. En die kaartjes die zijn op dit moment nog niet te koop. Misschien op het moment dat dit uitgezonden wordt wel, want het gaat zeer binnenkort in de verkoop.